Goedemorgen en welkom op dit Citizen Lab webinar waar we het gaan hebben over participatie in de meerjarenplanning. Mijn naam is Lien en samen met mijn collega Anouk wens ik jullie van harte, of heet ik jullie van harte welkom op dit webinar. We zullen het hebben over de opmaak van het nieuwe meerjarenplan en hoe participatie daarin kan verweven worden, hoe je verschillende stakeholders kan gaan betrekken bij dat verhaal intern, extern. Terwijl iedereen rustig aansluit, ga ik met jullie al eventjes door de agenda van vandaag. We zullen beginnen met een introductie van de sprekers, een introductie ook van het onderwerp en van Citizen Lab voor die mensen die ons nog niet kennen. Onze hoofdspreker vandaag is Stad Deinze. Wij laten Stad Deinze aan het woord omdat daar al heel wat ervaring is verzameld rond de opmaak van de omgevingsanalyse. En we gaan vervolgens dan in gesprek om ook dat participatieve luikje nog net iets meer te gaan uitdiepen en het belang van stakeholders nog verder door te praten. We eindigen zoals gewoonlijk met een Q&A, een vragenronde waarbij jullie als deelnemers aan dit webinar ook allerlei vragen mogen stellen. En dus ook wel specifiek hier van ons de vraag om dat in de Q&A-functie te gaan invullen, jullie vragen. Zodat we die ook allemaal samen kunnen bundelen en eventueel als er dan vragen onbeantwoord blijven, dat we die nadien ook nog per mail kunnen opvolgen. Dus chat dient voor de interactie, opmerkingen die jullie hebben en de Q&A-functie mag je gebruiken om vragen te stellen aan onze sprekers. Voor zij die net komen binnendruppelen, goedemorgen. En welkom op dit Citizen Lab webinar. Dat gaat over participatie bij de opmaak van het nieuwe meerjarenplan. We zijn aangekomen bij een introductie van de sprekers. Vandaag laten we Laurence Houtenketen en Anouk de Meulemeester aan het woord. Laurence is beleidsmedewerker bij het lokaal bestuur Deinze, verantwoordelijk voor strategie, kwaliteit en participatie, in het kort SKP. Zij heeft al sinds 2012 ervaring bij de opmaak van de omgevingsanalyse. Dat wil zeggen, al twee vorige legislaturen en ook deze legislatuur zal zij dat verhaal trekken. Dus een bom aan ervaring en inspiratie om vandaag met ons te delen. En zij gaat in gesprek met Anouk de Meulemeester. Anouk is collega van mij bij Citizen Lab en zij staat in voor de relatie met onze klanten, de lokale besturen in Vlaanderen. Voor zij die Citizen Lab nog niet kennen, wat is een Citizen Lab participatieplatform? Dat is een plek waar je online je burgers, je inwoners kan gaan betrekken bij participatieprojecten en dan tegelijkertijd ook aan de achterkant met je collega's kan samenwerken om een project op te zetten, projecten te beheren, gesprekken te modereren, terug te koppelen naar de inwoners en vervolgens ook inzichten te verzamelen om die dan te gaan omzetten in besluitvorming. We werken met zo'n 400-tal lokale besturen samen, waaronder een 50-tal in Vlaanderen. En al deze lokale besturen die bouwen ook mee aan onze missie. Bij Citizen Lab proberen we besluitvorming niet alleen inclusiever, responsiever, maar ook participatiever te maken. Wat wil dat zeggen? Het zijn allemaal heel dure woorden. Participatiever, daar gaat het om dat je net iets meer mensen probeert te bereiken door ook een online kanaal aan te bieden. Dus dat je die participatiegraad probeert op te krikken. Niet iedereen is in de mogelijkheid om aan te sluiten bij een gemeenteraad. Je gaat net iets meer mensen bereiken dan die handvol die naar een buurtbabbel kunnen komen. En tegelijkertijd ben je dan ook verschillende of andere doelgroepen aan het bereiken. En dan kom je in het inclusieverhaal, waarbij je door verschillende kanalen aan te reiken ook andere doelgroepen zal gaan betrekken. Derde element is het responsieve. Het gaat over de terugkoppeling, zorgen dat iedereen ook op de hoogte wordt gehouden van projecten, dat ze mensen ook weten waar een project naartoe gaat en wat het resultaat is, wat ook bijdraagt tot de motivatie en het gevoel van betrokkenheid ook verhoogt om bij volgende trajecten nog weer samen aan de slag te gaan. Het onderwerp vandaag, als ik dat heel even kort introduceer, dat is jullie wel bekend. Dat is de strategische oefening die
om de 6 jaar ook eens wordt gemaakt. Hele brede context is het meerjarenplan. Het opstapje voor de meerjarenplan is de omgevingsanalyse. En daarbij kan je dus zo breed gaan als je zelf wil, als het gaat over belanghebbenden, intern, extern, wie je daarbij wil gaan betrekken. Wij hopen jullie vandaag zoveel mogelijk inspiratie te bieden. Er is niet één aanpak, er zijn heel veel verschillende voorbeelden. Stadijnse zal dat ook zo meteen demonstreren, dat je dan heel veel verschillende zaken kan gaan overwegen. En dat proberen we vandaag met jullie mee te geven. Er is uiteraard ook al heel wat inspiratie te halen bij onze klanten, lokale besturen, die ook in de vorige legislatuur aan de slag zijn gegaan met de vraag hoe kunnen we het meerjarenplan vormgeven samen met onze inwoners. Die slide die je hier nu ziet, die krijg je ook na het webinar toegestuurd. Dus dan kan je ook makkelijk eens doorklikken naar de verschillende platformen. Kan je ook eens kijken hoe zij dat allemaal hebben aangepakt. Het platform, zoals het er toen, 6 jaar geleden, uitzag bij de opmaak van het vorige meerjarenplan, is al heel wat veranderd. En ik denk ook in die zin interessant om mee te geven dat we ook telkens blijven vernieuwen en ontwikkelingen, productontwikkelingen uitwerken die ook maken dat je zeker ook in de context van een omgevingsanalyse bijvoorbeeld nog net iets makkelijker kan gaan werken. We proberen altijd om jullie als lokaal bestuur zoveel mogelijk te ontzorgen met ons platform. En deze productontwikkeling is daarin ook in die context ook zeer relevant. Het gaat specifiek over als je een grote bevraging doet. Daar zitten vaak ook open vragen in. Daar komt dan gemakkelijk al eens heel wat kwalitatieve input binnen. En die moet je dan allemaal gaan verwerken. Dat kan heel wat tijd en middelen en mensen vragen. En in die zin proberen wij met deze tool, proberen wij jullie dat werk ook wat te ontzorgen. Dus heel concreet, waar gaat het over? Je ziet hier op het scherm zie je een beta-versie die we gedraaid hebben met Vilvoorde, waarbij de ideeën die zijn binnengekomen van de inwoners vervolgens door het platform worden vertaald in een samenvatting. En waarbij je ook zelf nog een vraag kan gaan stellen aan het platform. Denk maar aan een ChatGPT. Je hebt een heel concrete vraag. Hoe denken de inwoners over dat thema? Verkeersveiligheid bijvoorbeeld. Wordt dan een tekst voor jou uitgeschreven? Wat zijn de aanbevelingen van die buurt? Daar komt dan ook een tekst uit. En vervolgens kan je dit soort van samenvattingen gaan incorporeren in de rapportenbouwer op het platform en kan je dat alles tot één geheel brengen. Dat je dan visueel overzichtelijk ook naar het beleid kan meegeven. In dezelfde zin, als het gaat over hoe we verder ontwikkelen en zorgen dat jullie ook zoveel mogelijk daarin ondersteund worden in het werk dat jullie doen. We hebben het context van hybride participatie, de combinatie van offline en online participatie, een hele belangrijke, zoals ik net al zei, om die verschillende doelgroepen te gaan bereiken. En ook daar heb je, als je hier op die horizontale as kijkt, van offline, online, heb je ons eigenlijk altijd al gekend als de speler die hier rechtsonder zit, als een participatieplatform waarbij mensen asynchroon, dat wil zeggen op hun eigen gewenste moment, kunnen gaan deelnemen aan het participatietraject. We hebben daar dan vervolgens tijdens corona ook een online workshop-component aan toegevoegd, zodat je, omdat het niet meer kon om in de fysieke ruimte af te spreken, dat je ook gemakkelijk op het platform samen kon komen voor een workshop. We zijn nu aan het proberen om heel die cirkel rond te maken, zodat je ook eigenlijk alles wat er in de fysieke ruimte zich afspeelt, ook kan gemakkelijk bewerkstelligen via het platform. Ik geef het voorbeeld van de fysieke events, de buurtbubbles, de workshops, de verschillende avonden, infoavonden en infomarkten. Daarvoor kunnen mensen zich ook inschrijven op het platform, waardoor je ook weer zorgt dat zij zich registreren, dat zij dus ook worden op de hoogte gehouden en dat zij die terugkoppeling ook gemakkelijker meekrijgen. En een andere laatste element, en dat is als afsluiter qua productontwikkeling, zitten we hier in de samenvoeging van fysiek en digitaal. Het woord digital slaat op alles wat zich in de fysieke ruimte afspeelt, maar waarbij dat je dan de link kan leggen naar het platform.
We kennen dat onder andere als de QR-code die je in de straat vindt, waardoor je makkelijk je weg vindt naar het platform. Maar je ziet dat bijvoorbeeld ook, en dat is wat we nu aan het ontwikkelen zijn, in de enquête die je normaal gezien ofwel op papier verzamelt ofwel online. Waarbij dat je dan vaak ook, zeker met de papieren versie, moeite ondervindt om dat op het platform te gaan meenemen in de data en in de verwerking en de inzichten. Daar hebben we dus nu een productontwikkeling die mogelijk maakt dat je dus de formulieren die je opstelt, de enquête die je op de bevraging die je opstelt op het platform, dat je die makkelijk kan gaan printen. In PDF-formaat gaan inscannen van zodra die ingevuld is en dan weer kan inlezen op het platform. Dat wordt dan eigenlijk als data, als inhoud, meegenomen in de data die je sowieso al online verzameld hebt. En dan kom je tot één overzicht van de inzichten die uit de bevraging komen. Daarmee heb ik het luikje introductie volledig afgerond. Ik ga zowel mijn scherm als het woord volledig overgeven aan Laurence voor de presentatie van Stadijnse. Ja, dankjewel Lien voor de knappe intro. Ik ga eventjes mijn presentatie delen. Lien, jij bent nog aan het delen, dus als je even wil omdelen. Eventjes geduld. Zien jullie mijn presentatie nu? Ja? Ik zie knikkende hoofden, dus dat zal in orde zijn. Welkom iedereen. Ik heb al heel veel lezingen gegeven deze week, maar niet voor een computer. Hè. Dus jammer genoeg zie ik jullie niet. Maar ik hoop jullie toch te kunnen boeien hè, de volgende 15 minuten met hoe de omgevingsanalyse in Deinze eigenlijk aangepakt is de voorbije jaren. Ik ga eventjes met jullie terug in de tijd naar oktober 2012. In oktober 2012 zet ik mijn eerste stappen bij Stad Deinze. En eigenlijk had ik één opdracht en dat was maak een omgevingsanalyse. Het was allemaal vrij nieuw, de omgevingsanalyse. Niemand wist echt ja, hoe dat moest. Er waren geen voorwaarden aan verbonden, nog steeds niet trouwens. En ik kreeg een eigen bureau toegewezen en als ja, ik heb een achtergrond in de meteorologie. Ik heb mij 2 dagen opgesloten in dat bureau, vrijwillig weliswaar, dat wil ik er wel aan toevoegen. En na 2 dagen kwam ik uit dat bureau met een plan van aanpak voor die omgevingsanalyse. De volgende stap was het tonen van dat plan aan het managementteam en het college. En dat was al vrij snel goedgekeurd. Nu weet ik niet of dat bij u zo snel gaat, maar het is een echt type voorbeeld van de sfeer die er was in 2012. En ook een beetje de onwetendheid die er heerst over van hoe gaan we eigenlijk zo'n omgevingsanalyse gaan aanpakken. We besteden het beter uit aan een expert, bijvoorbeeld. En ja, in dit geval was ik de expert die net begonnen was bij Stad Deinze. Nu, ik vond dat een fantastisch project om te doen. Ik had daarvoor, en dat wil ik wel schetsen, eigenlijk, ik kwam uit een internationale loopbaan. En hoewel ik een geboren en getogen Deinzenaar ben, ja, had ik toch zo het gevoel van, ik ken Deinzen eigenlijk niet meer zo goed. Dus zo'n omgevingsanalyse was voor mij ook ja, een leerproces. Hè? Want ik ga hier veel bijleren over mijn stad. Ik wil gewoon heel veel bijleren. Ik heb de omgevingsanalyse hebben wij toen opgesplitst in een intern en een extern luik. Je hoort hier al meteen extern, dat wil zeggen we hebben heel veel stakeholders betrokken van buiten de organisatie. Participatief ook, burgers ook. Dat was dus voor ons een gewoonte. Ik kwam ook uit het burgeronderzoek en mijn bestuur staat ook ongelooflijk open voor participatie. Dat is een voordeel natuurlijk om als beleidsmedewerker dan aan de slag te kunnen gaan op zoiets. Intern hebben we het vooral gehouden tot ja, het voeren van interviews. Heel veel interviews met leden van het managementteam. Dat is het deeltje dat je nu ziet onder de groene pijl. Heel veel interviews ook met het MAT van OCMW Deinzen, want er was nog geen inkanteling op dat moment. Hè. Het was Stad Deinzen en OCMW Deinzen. En ook interviews met het college, omdat ik ook hen beter wil leren kennen van. Hoe zien zij hun plek in dit alles? Wat zien zij toekomstgericht? Dat was het interne luik.
Dat kan vast en zeker beter, maar in die tijdsetting, op dat moment, was dat meer dan voldoende. Extern hebben we een enquête gelanceerd, want er was nog geen gemeentemonitor. Er was wel een stadsmonitor, maar wij zijn geen centrumstad, dus er was geen gemeentemonitor voorhanden. En ik miste wel heel veel data over perceptie van de burger. De enquête heette Als je het mij vraagt. En ja, daar hebben we heel veel tijd en werk in gestoken. Ik ga daarover straks meer. Voorts hebben we naast die kwantitatieve analyse ook een kwalitatieve analyse gedaan. En dat waren focusgroepen die we gehouden hebben. 6 thematische, met als layer eigenlijk de beleidsdomeinen. We hebben een echte omgevingsanalyse geënt op de erkende beleidsdomeinen die er toen waren. Welzijn, mobiliteit, ja, nog heel wat andere. En 5 geografische focusgroepen, omdat toen het toenmalige Deinse, we zijn ondertussen gefuseerd, toenmalige Deinse had 11 deelgemeenten. En we hebben 5 focusgroepen ook op verschillende plekken gehouden. Wat de drempel voor mensen om te komen iets wat verlaagt. Hè. Als je altijd zegt, kom maar naar ons, kom naar het stadhuis om te participeren, ja, dan is die drempel toch groter. De adviesraden hebben we ook betrokken bij dit alles door hen te interviewen. En natuurlijk aan de basis van dit alles lag een stevige literatuurscan die wij dan verwerkt hebben via de DESTEP-methode, demografie, ecologie, sociaal, technologisch, economie en politiek. U kent het misschien wel. DESTEP wordt ook onder allerlei andere acroniemen nog verkocht. Hè. Maar dat was een beetje het opzet. Dit eindigde dan in een lijvige, en ik zeg het wel degelijk lijvige, want dit jaar moet dat echt anders zijn. Hè. Dat is ook de opdracht die Vlaanderen ook ons geeft. Een lijvige inspiratienota met een voorstel van acties per beleidsdomein. Ik hoop dat ik nu naar de volgende slide ga. Ja, ik ben al te snel. Een aantal voorbeelden nu. Dit waren een aantal resultaten, maar dan gevisualiseerd over de interne analyse bijvoorbeeld. Die werd verwerkt op basis van een SWOT. En de literatuurscan werd ingedeeld volgens de DESTEP-methode, waardoor iedereen ja, een beetje die houvast had van die DESTEP. De externe analyse, de enquête, het logo of het beeld werd ontworpen door een jongeren van de Tekenacademie. Onze populatie waren toen alle Deinzenaren van 16 jaar en ouder. De steekproef daaruit werd louter gerandomiseerd met iedere 5e persoon op de lijst te nemen. En de respons was eigenlijk zeer goed voor een vragenlijst. Een toch wel erg grote vragenlijst. Want wat gebeurde er? Je had een aantal beleidsdomeinen en ieder schip, ieder diensthoofd wou daar zijn ei kwijt, of haar ei, maar vooral een vraag. Ik wil een vraag stellen over dit, over dat. Hè. Als methodoloog vond ik dat niet echt de top-enquête, maar ik heb er wel over gewaakt dat iedere vraag echt valide was, dat ze eenduidig was, maar het was zeer lijvig. Nu, ik was wel heel tevreden met de respons, had ik totaal niet verwacht. 24% respons, 1184 personen die gereageerd hebben. En ze was ook goed ingevuld. Je zag dat ook de uitval was echt minim, dus vrij betrouwbaar. Dit is een beeld dat ik nog teruggevonden heb van het pre-digitaliseringstijdperk, ongetwijfeld. Maar eigenlijk had je de basis van de enquête. Links waren een aantal sociodemo-variabelen die we dan met heel wat andere domeinen gecorreleerd hebben. Dat leidde tot een massa aan data, een rijkdom aan data, die ik toch echt wel zeer, zeer waardevol vond. Omdat je daar echt wel kon voelen wat de burger echt dacht over de stad. Dit is een beeld van de focusgroepen. Ik hou nogal van rollenspellen, van heel creatieve technieken. Ik hou nog meer van het feit van een gebakje erbij te doen, hè, want dat maakt het nog veel gezelliger natuurlijk. Maar de man links die nam zijn rollenspel heel serieus en die aapte een blonde schepen na. En rechts heb je de dynamiek die ontstaat met het zich verzamelen rond een luchtfoto. En mensen die zeggen van, ja, die plek hier, die plek. Afhankelijk van het thema dat je natuurlijk aankaart. En dan kwam de volgende omgevingsanalyse. De volgende omgevingsanalyse, dus die voor 2020 en 2025,
Ja, daar trad er plots iets anders op de voorgrond in Deinzen. Misschien hebben jullie dat ook. Ik zie jullie niet, dus ik weet niet wie er hier achter het scherm zit. Maar er was een fusie. En er was ook een inkanteling op dat moment tussen stad en OC&W. En er moest ook een omgevingsanalyse gebeuren. Dus je kan je voorstellen, die drie grote zaken door elkaar. Het was een beetje chaos en het was ook heel veel werk tegelijk. Die fusie was een uitdaging, hè? Verschillende organisatiestructuren, verschillende organisatieculturen. Hoe gaan we daar gaan over informeren? Hoe gaan we verbindingen leggen tussen mensen? Want dat is nog altijd, en voor zij die misschien een fusie hebben, die eraan komt, dat is nog altijd hetgeen dat je meest gaat horen. En wat je ook echt wel in je omgevingsanalyse gaat horen en ook gaat meetrekken, ongetwijfeld in jouw meerjarenplanning. Er komen nieuwe deelgemeenten bij. Hoe ga je ervoor zorgen dat mensen verbonden blijven? En in ons geval was dat dan de grotere stad Deinzen, met toch wel heel wat kleine dorpen die er nog eens bij kwamen, hè. Hoe ga je ervoor zorgen dat het beleid blijft en wordt voor, door en tussen mensen? En die voor, door en tussen mensen, dat kan je op heel veel manieren gaan interpreteren, hè. Dat kan door de aanleg van straten en wegen zijn, maar dat kan ook echt zijn voor zorgen voor sociale cohesie. Dus dat ga je horen in je omgevingsanalyse. En er kwam ook nog eens een nieuw drieletterwoord bij, SDG. SDG, hè. Vorige was bij mij de DESTEP-analyse voor indeling. Hier in deze omgevingsanalyse kozen we ervoor om met SDG's te werken. Ik weet niet of je het laatste VVSG-memorandum trouwens gelezen hebt over hoe integreer ik de SDG's in de omgevingsanalyse. Hè. De VVSG, de voltallige VVSG, kwam trouwens dinsdag naar Deinzen. Ik had de eer om daarvoor een congres te organiseren. Was super fijn naar uitwisseling toe. Maar wat staat er in dat memorandum over de SDG's? Daar staat bijvoorbeeld: als je het eenvoudig wil houden, definieer je doelstellingen en acties en klever dan daarna het label SDG op. Hè, waar past het in? Dat hebben we zo gedaan in die omgevingsanalyse. Gewoon omdat het al superveel werk was, omdat het nieuw was en die methode hebben we toegepast. Nu gaan we dit helemaal anders doen. Hoe zag die omgevingsanalyse er toen uit in de context van fusie en inkanteling en dergelijke? Ik ga gewoon even stilstaan kort bij de nieuwigheden. De interne analyse was uitgebreider. We hebben een zelfevaluatie gedaan. Een zelfevaluatie met de medewerkers van de fusiestad. En ik zeg hier wel degelijk medewerkers. Dat wil zeggen, het was niet langer beperkt tot interviews met diensthoofden. Omdat ik vind, diensthoofden, ja, dat is een beetje vissen uit dezelfde vijver, hè. Het zijn altijd dezelfde mensen die dan aan bod komen. Terwijl dat er heel wat medewerkers zijn in je organisatie die ook heel goede ideeën kunnen hebben. Die meer soms op de werkvloer zitten en weten hoe het eraan toe gaat. Wat hebben we nog gedaan? Een zelfevaluatie ook, die meer ook geënt was op de leidraad organisatiebeheersing. Dat kent u ongetwijfeld wel, die leidraad. Maar wat is daar een beetje anders gelopen dan verwacht? Net omdat we te maken hadden met een fusie, en dat wil ik voor, ja, zij die eventuele fusie in aantocht hebben, hij toch voor waarschuwen. Het ging al snel weer over het ja, inhoudelijke. Terwijl bij een leidraad willen we echt onze organisatie en de processen en het betrekken van stakeholders, je kent ze wel, hè, die 10 delen, die 10 aspecten gaan beoordelen. Maar doordat we zo fusiegericht bezig waren, ging het vooral al over, ja, hoe werk jij? Hoe werk jij? En hoe moeten we gaan samenwerken? En het ging wel even over het procesmatige, maar daarna heel snel over de projecten. Welke projecten hebben we? Dus dat is misschien een waarschuwing van, ja, dat kan zo gaan lopen. Extern, zijn wij verder gaan dan focusgroepen. Focusgroepen was zeer leerrijk in het vorige, maar beperkt. Daar kunnen maar, ja, 8 mensen aan deelnemen. Ja, 8 à 10, 10 maximaal als je een focusgroep wilt. Toen hebben we inspiratiesessies gehouden. Inspiraties waar iedereen op welkom was. De adviesraden, burgers, de gemeenteraad. De adviesraden werden ook aangespoord om hun memoranda in te dienen.
En daar hebben we af en toe ook bij geholpen, zo'n aanzet geven van kom, doe dit nu, want dat is niet voor de ene adviesraad zo evident als voor de andere. Het eindrapport was ook een aanzet tot acties. Een voorbeeldje van die inspiratiesessies, er zijn heel veel sprekers geweest. Eentje daarvan is Leo van Broek, de toenmalige Vlaams bouwmeester. Je had een plenair gedeelte, daarna kon je iets drinken, je kon iets drinken en participeren, of je kon gewoon weggaan. Je had de keuze. Je kan nooit mensen verplichten om te participeren. Dat is geen goed idee. De enquête, als je het mij vraagt, hebben we ook gedaan deze keer. De populatie was veel groter. Ik vond het wel fijn om de enquête te herhalen, omdat ik dan een T1-meting had. Maar ik zat natuurlijk deze keer in een fusiestad. De steekproef was groter. We hebben papier en dus of online en offline gecombineerd. Zeer hoog kostenplaatje nog altijd. Het aantal jobstudenten die ik heb moeten inhuren om SPSS-gegevens in te dikken, was gigantisch. De respons was 20,5%, lager natuurlijk. We zitten ook al in een periode hier, 2020, dat mensen nog alsmaar meer overbevraagd worden, ook door de digitalisering. En we hadden 1, 2, 3, 4, 1234 personen die toen gereageerd hebben. Ik heb daar heel veel uitgehaald, heel veel data en ook heel veel ben ik te weten gekomen over mijn nieuwe fusiestad. Want er waren een aantal deelgemeenten extra. Ondertussen, los van die omgevingsanalyses, was ik al een tijdje aan het vragen: kunnen we alsjeblieft ook een online platform hebben? En hebben we een prospectie gedaan over verschillende platformen heen. Citizen App is niet het enige platform dat bestaat, Helien en Anouk, dat weten jullie. Maar we hebben een prospectie gedaan en vergelijking. Hebben we er toch voor gekozen om met Citizen App in zee te gaan. En we hebben het platform gecreëerd, goedgezegd.deinze.be. Voor alle duidelijkheid, wij hadden dat dus nog niet in de vorige omgevingsanalyses. En dat is natuurlijk jammer, hè? Wij zijn ook sterk gaan inzetten op branding. Wij hebben Deinze 2040 ontwikkeld, een boekje vol mooie projecten. En wij hebben ook de burger aangezet om te denken, te reflecteren over de stad. Dus los van de omgevingsanalyse moet je beseffen dat Deinze constant in een participatief traject zit. Met Deinze denkers, doeners, durvers en dromers. Hoe ziet de omgevingsanalyse voor je meerjarenplan 26-31 eruit? Ik ga heel kort zijn, want Anouk gaat mij daar ongetwijfeld een verrassende vraag over stellen straks. Maar hoe ziet het eruit? Ik ga mij ook een beetje aan de tijd houden, Lien. Ik heb niet zoveel tijd meer. Maar wat komt er extra bij intern, is dat wij ons gaan echt baseren op de SDG-monitor nu. Ik hoop dat jullie die allemaal kennen. Ik zie geen gezichten nu in die knikken of dergelijke. We gaan niet langer gewoon het label eraan kleven, maar we gaan een SDG-monitor drill-down creëren. Ik heb daarover straks nog één slide. Voorts gaan we ook de externe analyse volledig opbouwen op basis van die SDG's. Dus deze keer zijn onze SDG's een universele taal eigenlijk, die ik nog steeds niet eenvoudig vind. Dat wil ik er wel degelijk bij zeggen. De SDG's zijn niet zomaar eenvoudig te vertalen naar uw publiek, naar uw burgers, maar door ze te integreren in de literatuurscan, in alles, doorheen alles, hopen dat ze daardoor ook verstaanbaarder wordt. We gaan ook deze keer met een burgerpanel werken. Daarover wil ik straks ook meer zeggen, hè. Hoe en wat en zo. We gaan ook het participatieplatform erbij betrekken en we gaan een korte bevraging doen van de intercommunales. Het eindrapport wordt een heel beperkt rapport. Ik ga superveel bijlagen hebben, maar Vlaanderen heeft duidelijk ook aangegeven dit jaar. We willen dat het eindrapport echt wel, of de meerjarenplanning dan ook, de omgevingsanalyse, dat ze verstaanbaar is en toegankelijk voor iedereen. Lees de gemeenteraad of luister, hè. De gemeenteraad moet dit rapport heel duidelijk kunnen begrijpen. Het moet heel toegankelijk zijn. En dat is een supergrote uitdaging. Even iets kort over de SDG-monitor en hoe wij dat als ingangspunt gaan nemen. Ik zei het dinsdag nog in een sessie. Er is een massa aan data. Echt waar. Constant komen data jouw mailbox binnen, ongetwijfeld.
En we weten bij God niet meer welke data we moeten gebruiken om een soort start te maken bij die omgevingsanalyse. Nu, ik herinner mij nog 2012 dat er zelfs nog boeken op mijn bureau lagen. Van ja, ik ga daar eens bij de vriend gaan kijken, ik ga daar eens bij de serf gaan kijken en dergelijke van. En ik kies er een aantal data uit waarvan dat ik denk, die zijn sprekend voor Deinze. Op zich vind ik dat een meer subjectieve methode dan de methodiek die we nu gaan toepassen. En dat is vertrekken van de SDG-monitor met dat ene cijfer, eerste kolom, tweede kolom opsplitsen in de deelaspecten, de deelindicatoren. En de derde kolom nog dieper gaan graven. Want als er bij ons bijvoorbeeld veilig fietsen staan, ik zie het nu wel niet hoeveel het is, want er staat een schermpje voor en ik kan het niet bedienen. Hè. Maar stel dat we daar 54 hebben, dan weet ik eigenlijk niet waaraan het ligt. En dat is volgens mij een flaw, hè, of een minpuntje, of een aandachtspunt in de SDG-monitor. Ik weet niet of het komt rechtstreeks door de aanleg van onze fietspaden, door het aandeel van de verkeersongevallen dat verminderd is, enzovoort. En ik wil dat graag weten, want ik wil als beleidsadviseur natuurlijk weten waaraan ligt het, waar moeten we gaan bijsturen. Vandaar dat wij zelf een dashboard ontwikkeld hebben op basis van de SDG-monitor, alle data van provincie en cijfers, alle data van de gemeentemonitor, en zo aan de slag gegaan zijn om dat eigenlijk die massa aan data te structureren, te kijken naar de aberraties die er zijn. Zijn we zeer goed? Waar scoren we minder goed? En waaraan ligt dat dan? Hoe zijn we ten opzichte van andere steden? Benchmarken. En dat doen we via de rechterkant dan. Iedere keer het toegangspoortje van de SDG. Kijken van waar staan we daar? Waar zijn we uniek? Waar hinken we misschien achterop? En wat kunnen we daaraan doen? En hoe kunnen we het meenemen in die meerjarenplanning? En die vragen die ik daar stel, of die we daar gaan stellen als team, die nemen we mee doorheen heel de bevraging van de omgevingsanalyse. Voor het burgerpanel, voor extern, voor intern, dus overal. Dus dat is een beetje in een notendop, de omgevingsanalyse van Deinze, maar ik wil daar straks zeker nog meer uitleg over geven. Was dat voldoende, Lien? Heb ik mij netjes binnen de tijd gehouden? Ik vermoed van wel. Ik Zeker, ga zeker, zeker. kort, ja. Er was nog een poll ook, dacht Ja. ik. Ja. Ik ga nu heel even aan het zien en als het Ziet klopt, dan zien iedereen jullie die? momenteel de vraag. Heel benieuwd aan onze kant hoe jullie erin staan als het gaat over de omgevingsanalyse. Wie zich waagt aan SDG's als structuur voor de omgevingsanalyse, wie meer zal kiezen voor DSTEP of een andere methode. De resultaten komen heel traagjes binnen. Misschien ook nog een aantal twijfelaars. Dat kan ook. Ik ga het hier afsluiten met ongeveer de helft van de deelnemers die hebben deelgenomen. En je ziet ook heel mooi dat er grotendeels toch ook wel van het tapijt ook gevolgd wordt. Ja, fijn om te zien. Zullen we overgaan naar het gesprek? Anouk, jij mag je scherm delen. We gaan Absoluut. nu ietsje dieper in gaan op het luik participatie en hoe je dat juist hebt aangepakt over de loop van die verschillende jaren. Oké, top. Inderdaad, in dit volgende stukje van het webinar gaan we in gesprek met Laurence. We hebben een aantal vragen voorbereid. Voordat ik verder ga, is die melding van onder in het scherm van Zoom, dat het scherm gedeeld wordt, is die weg? Heeft iedereen Yes, clear zicht? volledig weg, ja. Top, heel goed. Oké,
De eerste vraag, Laurence, hè, die we jou willen stellen. Je hebt heel specifiek die drie verschillende soorten omgevingsanalyses voorgesteld die je doorlopen hebt ondertussen. Als je die vergelijkt met elkaar, wat zijn dan een beetje jouw belangrijkste takeaways, de leerpunten en hoe verhouden die zich ten opzichte van elkaar? Natuurlijk, hè, de derde heb je nog niet gedaan, daar zijn we volop mee bezig. Maar als je Nee. die dan al een beetje in prospectie tegenover elkaar zet, hoe zie je dat dan? Ja, ik had daar eigenlijk een slide van. Zou je die eens kunnen tonen, Anouk, waar ik de drie Ja, eigenlijk natuurlijk. verschillen Ik ga dan aan elkaar eventjes teruggaan met mijn slide. Sorry plaats? Nee, hoor. Anouk, het is de volgende Nee, slide. het is De erna, volgende? Anouk. Ja. Ja, excuses. Die zou er moeten aankomen. Voilà. Ja, perfect, nu zeker. Even op de Q&A opzij schuiven. Ja, wel, ik vind deze dia eigenlijk heel verrijkend, omdat ik door de slide eigenlijk op te maken zelf een duidelijke evolutie gezien heb. Ben ik daarom ontevreden over wat er gebeurd is in 2012? Absoluut niet, hè. Je handelt ook in een bepaalde tijdsgeest. En dat wil ik toch wel aan iedereen meegeven, dat. Hoe ambitieus bepaalde plannen die je hoort, hè, voor omgevingsanalyse ook mogen lijken, zorg dat je een omgevingsanalyse maakt die conform is met jouw resources, hè. Ik zag hier een vraag van Annemie, dat is toevallig de vraag die ik zag. Dag Laurence, zeer lovenswaardige methodieken, maar ik vraag mij wel af hoeveel extra ondersteuning je nodig hebt. Niets, Annemie, hè? Niks van voorlopig externe ondersteuning. Maar terwijl ik in 2012 de enige beleidsmedewerker was, kan ik mijn team nu laten flankeren met nog een beleidsmedewerker die daar zal aan meewerken en een super, ja, clevere data-analyst ook, die voor mij met die SDG-data een stukje gaat goochelen, hè? Dus kan ik dit alleen doen? No way, hè? Dus ik ben heel blij met de hulp van mijn collega's. Wij zijn trouwens, ja. We hebben daar trouwens een toffe teamnaam voor bedacht, maar dat ga ik jullie besparen. Nu, ik wil wel eens tonen aan jullie ook, zoals Anouk vraagt, van welke evolutie ik zag. In de eerste kolom zie je bij de analyseomvang het woord lokaal staan. Achteraf bedenk ik dat de eerste omgevingsanalyse vrij lokaal was. Wij zijn lokaal gaan bevragen bij de mensen wat hun perceptie was over de stad. Ik heb een literatuurscan gedaan, maar ik heb nogal hard gekeken naar wat er lokaal in Deinze aan de hand was. En weinig Vlaamse context, weinig bredere context, weinig over tendensen in de wereld, maatschappelijke tendensen. Niet dat die er niet in zaten, maar ik vond dat wel een gemis achteraf. En dat is dan verbreed geweest, hè, Anouk, in de inspiratiesessies van 2020-2025. En nu willen we dat eigenlijk ook, ja, op een andere manier gaan doen, maar even breed door een aantal trendwatchers te laten komen die dan in debat gaan met verschillende mensen. De rol van de werknemers is ook geëvolueerd doorheen de tijd. Ik zei het daarnet al, een diensthoofd, dat is een expert, maar er zijn superveel werknemers die ook experten zijn, ervaringsdeskundigen in hun vak. Vergeet die niet. Het is wel een uitdaging om die te bevragen in uw organisatie. Hoe ga je mensen van de technische uitvoeringsdienst gaan bevragen? Wat vindt het college daarover? Wat vindt de diensthoofd daarover? Hè? Dus het zijn een paar lijnen, hè, dunne lijnen die je moet passeren. De rol van het college, helemaal anders deze keer. Ik heb ze twee keer als expert bevraagd en zij zijn ongetwijfeld nog steeds de expert. Maar deze keer worden zij niet betrokken apart in het verhaal. Misschien is dat zo voor sommigen van oei, het college niet. Maar voor ons is dat wel heel duidelijk. Het is een ambtelijk document. Wij willen echt wel onafhankelijk advies geven samen met de burgers aan het bestuur. En dit voor de verkiezingen. Ik heb al gehoord dat er mensen zijn die na de verkiezingen dit zullen doen dit jaar. Dat is nooit de traditie geweest in Nijs. We gaan het voor de verkiezingen doen. Omdat we dan echt hopen dat heel wat van die stukken nog in de partijprogramma's insluipen. Betrokkenheid van de GR ook deze keer louter informatief. Om dezelfde reden eigenlijk kan ook, hè.
De structuur, de SDG is uitgebreid, dat heb ik al toegelicht. Het is ook wel veranderd van ja, die beleidsdomeinen naar de SDG's. En helemaal anders dit jaar ook, of dat wil ik toch anders zien, en daar gaat mijn collega Maarten dan meer voor zorgen, gezien hij ook vaak als beleidsmedewerker met de financiële componenten bezig is. Ik heb het dinsdag getoond, effectief, ik zal het nu met mijn notablokje tonen. Je maakte vroeger je omgevingsanalyse, ik weet niet of dat iedereen mij ziet natuurlijk, hè, maar je maakte vroeger de omgevingsanalyse en je vond dat een prachtig document. En daarna ging je dat op het bureau van Financiën gaan plaatsen. Nee, er zat al een aanzet van boomstructuren en dan deed Financiën zijn ding ermee. En dat is eigenlijk twee keer zo geweest in de omgevingsanalyse bij ons. De tweede keer had ik er wel al meer voeling mee en ook meer impact op. Maar nu zouden we dit proces niet zo willen laten verlopen, ook niet zo, maar zo. Maak ik mezelf duidelijk, hè? Als een cirkel waar we echt in wisselwerking met elkaar gaan. Ja, en dan zijn er nog heel wat andere zaken. De zelfevaluatie is nu sterker. We gaan echt de leidraad organisatiebeheersing ook volgen. En het gaat ook minder kosten. Ik ga geen papieren enquête meer afnemen. Niet onbelangrijk. Ja, absoluut. Dus ja, toch wel een heleboel dingen die lichtjes anders zijn, of zelfs Zeker. radicaal anders. Hè. Zeker Ja. als je zegt van we gaan het college niet meer betrekken, we gaan, hè, puur informatief naar een aantal, ja, naar een aantal spelers terugkoppelen. Ik Ja. zou ook dan de volgende vraag aan jou willen voorleggen, Laurence. Ja. Even kijken. Moet ik... Ja, dat is ja, hoe dat jullie inderdaad met dat burgerpanel aan de slag gaan gaan. Je had dat daar straks al eventjes kort aangehaald, dat je daarmee wilt gaan werken. Hoe worden die mensen geloot? Hoe ga je dat aanpakken? En hoe neem je die dan ook verder mee in het verhaal? Ja, nu burgerpanel, dat is niks nieuws, hè. Voor deze wel, maar ik kan me voorstellen dat er hier mensen zitten, hè, achter mijn scherm die al met een burgerpanel gewerkt hebben. Super, mocht dat zo zijn, mail mij, deel zeker jullie gedachten, hè, want ik leer graag bij van anderen. Maar wat nieuw is, dat het burgerpanel zal ingezet worden voor de omgevingsanalyse en hopelijk ook gecontinueerd tijdens de volgende legislatuur. Hoe we gaan werken om dat burgerpanel te selecteren is via een loting. Een beetje de klassieke manier. Wij gaan voor een tweetrapsloting gaan. Wij gaan eerst loten, niet algemeen, maar loten op basis van stadsdeel. We zijn een heel groot gebied. We hebben heel kleine dorpjes soms, maar we hebben ook kerngebieden die dan meer uit stadsdelen bestaan. Of bij jullie zullen dat misschien wijken zijn, afhankelijk van de grootte. En we zouden eerst eigenlijk al een selectie doen per stadsdeel, dus een randomisatie per stadsdeel. En de volgende randomisatie zou dan zijn op een aantal socio-demo-variabelen, om dan tot een panel te komen. Een panel dat wij monetair gaan belonen. Dat is een keuze geweest. Er zijn steden die dat niet doen, gemeenten die dat wel doen. Wij kiezen ervoor om daar toch een incentive aan te bieden. In de hoop, want dat vind ik zo fijn aan een panel, dat mensen, ze moeten zich natuurlijk nog vrijwillig aanbieden, maar in de hoop dat onze inclusiviteit en diversiteit wel veel groter is. We gaan ook een tolk voorzien als dat nodig is. En we gaan hen eigenlijk inwijden in dat volledige proces van een panel. Dat moet je een beetje, en dat klinkt misschien wel belerend, maar zo bedoel ik het niet, maar een beetje. Ja, educeren of opvoeden. Hè. Je moet dan echt in die materie gaan onderdompelen. Want anders zijn ze gewoon niet mee wat, met het verhaal, wat heel normaal is. Dus ze gaan echt heel dat traject doorlopen. De SDG's telkens als kapstok. En in mijn ideale wereld bestaat het burgerpanel nog steeds in de volgende legislatuur. En hakken zij soms bepaalde knopen door bij bepaalde projecten. Dus ik hoor, hè, ook vooral een beetje die juiste mindset creëren bij die mensen die in het burgerpanel terechtkomen en die dan ook echt een heel actieve en zelfs beslissende rol gaan geven, hè, Laurence? Ja, ja. Dan de laatste vraag die we voor jou hebben, hè, is van als je de voor- en nadelen gaat bekijken, hè, als je zegt van we gaan digital werken, hè, digitaal en analoog samen, die hybride, hoe zie jij die voor- en nadelen? Heb je daar al ja, bepaalde ideeën over en hoe kan het Ja. eventueel ook opgelost worden? Vraag je nu al concreet hoe we het gaan doen in de omgevingsanalyse Je of? kan daar verder op ingaan, ja, tuurlijk. Oké, okay, ça va. Ja, dus de combi digitaal en analoog,
Ja, een eerste voordeel vind ik zeker de complementariteit. Dat is logisch. Je kan eigenlijk je proces zo gaan uitschrijven dat je in een bepaalde fase bewust kiest om analoog te gaan werken en in een andere fase meer digitaal. Afhankelijk van de doelstelling die je ambieert, hè. Jouw doelstelling zal ervoor zorgen dat je een keuze maakt van de methodiek. Vind ik heel belangrijk, hè? Want het wordt tegenwoordig gegooid met methodieken, gegoocheld met methodieken. Maar zonder doelstelling ben je met de methodiek niks natuurlijk. Dus de complementariteit van beide, het schakelen tussen beide, de dynamiek tussen beide. Ik ben trouwens heel blij in, dat wist ik nog niet, om daarnet te horen dat er iets gaat uitgewerkt worden waardoor die terugkoppeling nog ja, dynamischer misschien kan verlopen. Dus ik ben wel heel benieuwd, hè, naar die nieuwe plannen en hoe we dat kunnen inzetten. Wat ik ook heel gemakkelijk vind aan die vorm van hybride werken, is transparantie. Als je een analoog iets hebt, dan komt daar een selecte groep naartoe. Ja. Ja, en dat zijn dan 30 mensen, Anouk bijvoorbeeld, of 50, hè, die dat horen. Maar het feit dat je dan die doorvertaling kan maken naar een platform wat breder is, waar mensen op hun eigen tempo, op hun eigen ritme de zaken kunnen lezen, heel divers kan ik mij voorstellen. Ook een veel diverser publiek nog, hè, want we kennen wel het participatiepubliek ondertussen een beetje. Ja, dan vind ik dat toch wel een mooie win-win, dat je dat kan doorvertalen daarnaar. Heel specifiek hoe we het eigenlijk met Burgerpanel willen aanpakken. We gaan het Burgerpanel als eerste kick-off moment nemen met die trendwatcher en dergelijke. En dan gaat het burgerpanel debatteren over vragen bij ons in de omgevingsanalyse. En dan mogen zij ook bepaalde vragen stellen naar een breder groep van onze bevolking. En dat gaan ze dan doen via ons platform dus en via Citizen Lab. Dus ik ben heel benieuwd naar die interactie die er dan gaat ontstaan. We zijn ook van plan voor de omgevingsanalyse. Jullie zijn al eens bij ons langs geweest, met ook een aantal mensen. We hebben daar toen over gebrainstormd. Maar we zijn nu van plan om eigenlijk de omgevingsanalyse echt als hoofding op het platform van Citizen Lab te plaatsen. En daaronder allerlei deelprojecten. Want je hebt het wel gezien, ik kan eigenlijk de omgevingsanalyse vrij goed gaan indelen in verschillende aspecten, in verschillende deelprojecten. Er is een stuk burgerpanel. Er is een stuk analyse, data-analyse. Dus dat gaan eigenlijk, ja, analoog zou je dat zien dat het allemaal verschillende documenten zijn die afgeprint worden. Hè. Maar digitaal zijn dat allemaal deelprojecten die de burger dan ook allemaal netjes kan volgen. En de resultaten zullen ook bekend zijn. En cours de route, niet onbelangrijk. Hè. Het is zo gemakkelijk nu met zo'n platform om feedback te geven. En niet alleen voor de burger, want ik spreek hier nu alleen over de burger, maar ook voor de gemeenteraad. Hey, waar zitten jullie? Ook voor bestuur, ook voor mensen uit de organisatie, diensthoofden. Dus het is heel informatief ook, hè. Los van het participatieve is het ook heel informatief met die tijdslijn erbij en zo. De kracht ook van het combineren is het snel bijsturen. Ik vind het soms heel gemakkelijk als er analoog een aantal vragen zijn of er is een heet hangijzer om dat dan digitaal te gaan vertalen of bevragen. Hè. Voorts zit er in ons nieuwe omgevingsanalyse ook een plan om een bevraging te doen naar de VVE's toe. We zouden die kunnen integreren in het platform en de data er dan uittrekken. En als er ook kwalitatieve data in zitten, dan ben ik heel blij dat ik geen aparte en Vivo tags meer moet geven, maar dat jullie AI mijn handje gaat helpen om dat te verwerken. Dus ja, ik zie het wel zitten eigenlijk, maar, en ik ga er wel een grote maar bij zeggen, ik ken het nog niet allemaal zero. Het is allemaal nieuw voor mij. En dat moet ik ook eerlijk durven zeggen, hè, Anouk, dat voor mij nieuw gaat zijn om daarmee te werken. Dus ook dat gaat tijd vragen. Volgende week zitten we daar trouwens met ons team voor samen om een volledig plan van aanpak van wat gaan we precies doen, in welke fase en wat ook niet. Maar je kan natuurlijk heel wild gaan in een omgevingsanalyse. En persoonlijk vind ik dat we al wild genoeg doen in dit geval. Dus.
Ja, dus ik hoor eigenlijk ja, een heleboel voordelen hè, van die combinatie. Maar inderdaad, hè, het grote kritische punt hè, is dat het nog een beetje moet landen bij jullie intern. Dat het vooral ook intern moet begrepen worden hoe alles in elkaar zit. En natuurlijk, hè, daar zijn wij ook voor om jullie daarin te helpen. Ik ga omwille van de timing verder gaan naar het volgende blokje, Laurence. Omdat we ook nog een aantal vragen in de Q&A hebben. We hebben vier vragen van het publiek op dit moment, die we dan in de komende minuten zouden willen beantwoorden. We hadden daar straks al Annemie die de vraag had gesteld en waar jij en cours de route al op geantwoord hebt. Ik zie dat er nog een vraag van Annemie is binnengekomen, waarin dat ze zei van kijk, het is ook wel een beetje jammer dat de steden en gemeenten ieder aparte inspanningen moeten doen om eigenlijk tot hetzelfde document te komen. Hè? Een inspiratienota die inderdaad naar een financiële dienst gaat, die inderdaad naar een college gaat. Weliswaar met inderdaad, zoals Annemie aangeeft, lokale accenten, maar dat eigenlijk de grote uitdagingen een beetje dezelfde zijn. En dat zij aangeeft van ja, misschien is het een aanrader om het op het niveau van het VVSG de krachten gaan te bundelen en van elkaar te leren. Nu, als ik mij niet vergis, Laurence, heb je echt letterlijk gisteren of eerder deze week een meeting gehad van het VVSG in Deinzen. Kan je daar een klein beetje meer over vertellen en misschien ook in het kader van Annemie haar vraag over Ja, leerlingenopvang? zeker. Ik heb trouwens een uitgebreide sessie gegeven over de omgevingsanalyse. Dus ook de flow en de nieuwe. En Jan Leroy, de directeur data-analyse van VVSG, zat in die sessie ook. Dus ik heb met Jan ook van gedachten gewisseld. En met een heel knap team ook nog van VVSG, die heel wat nieuwe blikken ook over omgevingsanalyse nog gegeven heeft aan ons. Annemie, misschien even zeggen. We doen het alleen, ja en nee. Ik weet niet of je het weet, maar er zijn momenteel wel heel wat initiatieven lopende. Bijvoorbeeld Stad Halle doet dat momenteel. Om bijvoorbeeld, als je de ingang van de gemeentemonitor en dergelijke wil nemen, om datasets nog toegankelijker te maken. En ik vind, uw dataset, dat is echt uw basis van uw omgevingsanalyse. Er zijn ook steden die gewoon zeggen van, we nemen de SDG-monitor of de gemeentemonitor en we printen dat af. En dat is onze omgevingsanalyse. Dat kan ook. Hè. We hebben het gewoon liever iets creatiever en ik ben ervan overtuigd, jullie ook. Maar er zijn wel heel wat samenwerkingsinitiatieven. Je kan er wel eens voor kijken, of je kent het misschien, waar men al tracht rond die data samen te werken, om die nog toegankelijker te maken. Ik heb ook wel de tip gegeven aan VVSG. De data komen eigenlijk te laat dit jaar. De gemeentemonitor, de data zullen pas beschikbaar zijn in januari. Dat is rijkelijk laat, hè, om je document in mei helemaal afgerond te krijgen, vooral omdat het de basis is van alles. En wat jouw andere opmerking betreft, ook van inderdaad, de rest moeten we alleen doen. Goh, er zijn natuurlijk zaken die ik ook wel liever toespits zie op mijn organisatie. En dan gaat het over die leidraad. Je wil echt weten hoe het in jouw organisatie is, hé, hoe die zelfevaluatie, hoe het eraan toe gaat. En dan denk ik dat Vlaanderen daar ook wel hulp geboden heeft met die leidraad. Wat technieken betreft en methodieken, dat is ook zeer intensief natuurlijk, maar ook daar geeft de VVSG denk ik ook heel wat tips om bepaalde zaken aan te pakken. Vergaloppeer u natuurlijk niet, hè, in zoiets. Maar ik ben ervan overtuigd, dus ik hoor dat dat ook als de VVSG er was vorige dinsdag, dinsdag geweest bij ons, dat men meer en meer wil gaan samenwerken en ondersteunen daarin. Dus uw vraag mag zeker ook eens naar daar nog gelanceerd worden, Annemie. Oké, dus Annemie, hè, bij deze warme oproep om dat ook te doen. We hebben een vraag van Carlijn die vraagt van ja, ben je niet bang dat er een groot deel van de input van burgers verloren gaat als je digitaal gaat werken? Hè? Wat met de mensen die niet digitaal mee zijn, dat daar een stukje dataverlies zou zijn. Hoe zie jij dat, Laurence? Ja, klopt, Carlijn, een heel goede opmerking. De data-analyse bij ons zal niet alleen gebaseerd zijn, ik heb dat er niet bij vermeld, maar mijn tijd is eindig hier, hè. Niet alleen gebaseerd zijn op de kwantitatieve data van de
De SDG Monitor Drilldown. Maar ik werk ook toevallig aan een ander project. En dat is, is het beleid van ruimte, de opmaak van beleid van ruimte in Deinzen, waar wij een ronde van de dorpen gedaan hebben. En wij zijn naar ieder dorp gestapt, ieder deelgemeente. En dat is natuurlijk de beste manier natuurlijk om te participeren, is naar een dorp zelf gaan. Waar de mensen op een gezellige manier kunnen samenkomen en heel wat delen over wat dat er in een dorp gaande is en wat ze wensen. En die kwalitatieve data, Carlijn, die worden ook meegenomen in mijn data-analyse. Vandaar dat ik eigenlijk de lucky woman ben op dit moment die die kwalitatieve en kwantitatieve data kan combineren. Oké, ik zag nog een laatste vraag hè, voordat we om half afsluiten in de chat van Karel, die eigenlijk een vraag had aan ons, hè, aan Lien en mijzelf, van ja, welke informatie is er op Citizen Lab niveau, hè, welke mogelijkheden zijn er op het platform qua omgevingsanalyse? Lien, wil jij daar eerst even over spreken en ik neem het dan een stukje over daarna? Ik denk dat je twee vragen aan het wisselen bent. Dus de vraag van Karen ging over meer informatie. En daar kunnen we inderdaad opvolgen met Stad Dendermonde. De vraag Ja, van Karel excuseer, ging sorry. over. Dat is een vraag naar onze spreker, naar Laurence. De vraag is: trekken jullie het participatief traject van de omgevingsanalyse ook door in de opmaak van het meerjarenplan, bijvoorbeeld in de vorm van een burgerbudget? Ja, bij de opmaak van het meerjarenplan, en ben blij dat iemand het verschil eigenlijk hier aantoont tussen omgevingsanalyse en meerjarenplan. Voorlopig is het inderdaad nog niet de bedoeling om via burgerbegroting of dergelijke de overstap te maken van de omgevingsanalyse naar meerjarenplanning. Maar herinner misschien mijn droom daarnet die ik uitsprak. En dat is dat het burgerpanel eigenlijk zou blijven bestaan en dan doorheen de legislatuur wel knopen zou kunnen doorhakken. Dus het is ook voor ons een beetje aftoetsen nog. Maar als dat goed loopt de eerste maanden, dan slaag ik er misschien in om die overstap naar de meerjarenplanning ook met dat burgerpanel te kunnen doen. Beetje afhankelijk van de interesse ook bij het burgerpanel, hè. Is er al uitval? Zijn mensen nog geïnteresseerd? Zijn ze nog gemotiveerd om mee na te denken? Dus koffiedik kijken, maar wel heel spannend. Maar bedankt alleszins voor jouw tip. Ik ga dat zeker meenemen. Oké, misschien nog een laatste oproep om een laatste vraag te stellen in de Q&A voor we afsluiten. En anders, als we geen nieuwe vragen meer zien verschijnen, dat wij het hier dan ook bij laten. Ja, Misschien jij ga de hier eer. even overnemen, Anouk. We hebben aan Laurence ook gevraagd of zij nog een laatste tip had. Die wil ik de deelnemers van het webinar niet onthouden, omdat ik hem zo fantastisch vond. Dus ga ervoor, Laurence. Ja, mijn tip voor jullie is een lied eigenlijk, of een tekst uit een lied. U kent het misschien: zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. En ik kijk even op mijn speakbrief, dat de juiste volgorde is. Zing zou ik zeggen van: laat de gezangen van participatie doorheen uw organisatie klinken. Maar vecht, want het zal niet altijd eenvoudig zijn. Soms moet je wel een beetje vechten tegen uw bestuur. Huil, want het zal misschien soms ook huilen met de pet op zijn als je bepaalde reacties van burgers hoort. Bid, daar ga ik geen uitspraken over doen, hè. Dat laat ik aan jullie over. Maar lach vooral, hè. Relativeer ook hetgeen dat je soms hoort, dat je soms naar jou gegooid krijgt tijdens participatie. Maar lach en relativeer en maak er iets moois van. Werk, hè. Werk eraan, om er iets moois van te maken en bewonder. Op het einde van het proces zet u gewoon neer in uw zetel en geniet van: wauw, ik heb het toch maar gedaan. Dank je wel, Laurence. Heel fijn, niet alleen de inhoud die je gebracht hebt vandaag, maar ook heel aangenaam om naar jou te luisteren. Dus een dikke dank je wel om hier vandaag ons allemaal mee te nemen in dat verhaal. Ook bedankt aan de deelnemers van dit webinar. Dus wat mag je nog van ons verwachten hierna? Wij sturen per mail ook de opname, de slides, het aanbod ook nog eens door. Zij die Citizen Lab nog niet kennen en er graag meer over willen weten, kunnen ook op die mail antwoorden. We kunnen met jullie een demo-platform aanmaken en op die manier ook het verhaal misschien
concreter maken als jullie daar graag nog wat meer over willen weten. Willen jullie graag een volgend webinar, een meer weten over een kennisgids die we van tijd tot tijd uitbrengen? Schrijf je dan ook in op onze nieuwsbrief en dan houden we jullie op die manier op de hoogte. Dank je wel aan iedereen en graag tot een volgende keer. Bedankt. Dag.